Lotte, Michiels, we zijn hier in Woluwe vandaag. Jullie ontvingen Charleroi, grote wedstrijd voor jullie. En belangrijk, want de hele match hadden jullie verloren. Jullie wilden revanche nemen, denk ik, hè, vandaag? Ja, het was vandaag dat we het moesten doen. We moesten vandaag winnen, want anders gingen we helemaal in de put zitten, denk ik. Dus heel blij met de overwinning vandaag. Ja, want het heeft lang geduurd. Het zat er misschien eerder al wel eens in, maar jullie verloren telkens geel nipt. Ja, het was heel moeilijk altijd om te scoren. We hielden in het begin wel goed stand, maar dan na een half uur dan zakt het vaak in. Of pakten we een domme goal tegen. Maar vandaag maakten we het af. Ja, en ook eerste helft penalty. Jij geeft daar de assist toen dat Kenza onderuit gehaald werd. Ja, ze liet zich goed vallen op het juiste moment. Dus perfect gedaan van haar. Ja, en dan ook, jullie komen dan op voorsprong. Een belangrijk moment, denk ik. Hè? Deze keer dat jullie dit seizoen op voorsprong kwamen. Ja, dat was een heel leuk gevoel om dat eindelijk eens te hebben. Want we hebben inderdaad nooit gehad als vaak achtervolgen. En vandaag maakten we de eerste goal. Dus echt een supergoed gevoel. En we moesten dat blijven vasthouden. Ja, maar Charleroi kwam wel terug. 1-1. Dan denk je van, gaat dit nu invallen? Of wat gaat er gebeuren? Maar dan uiteindelijk toch, Kenza, 2 goals nog. En 3-1 winnen. Dat moet fantastisch zijn voor jullie. Ja, we bleven gewoon gaan en we wisten, het moest vandaag gebeuren. We hadden echt een goed gevoel voor de match. Iedereen had er zin in, iedereen was er klaar voor. En we hebben het afgemaakt. Dus. Okay. Een dikke proficiat en doe zo verder, zou ik zeggen. Dank u wel.